Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Heeg.nl webhosting. Hallo en welkom bij het tweede raceweekend van de Dutch Supercar Challenge 2006 op het circuit van Zolder aan het Albertkanaal in België. De Dutch Supercar Challenge staat garant voor keiharde gevechten, deurkruk aan deurkruk in drie verschillende klasses. Toeschouwers in binnen- en buitenland genieten van de volle startvelden met dikke GT's, snelle supersports en de altijd spectaculaire sportklassen. De Nederlander Hans Hugenholz is verantwoordelijk voor het ontwerp van het circuit van Zolder, dat in 1963 geopend werd. 3977 meter pure adrenaline. Elke bocht heeft iets speciaals en drama ligt op de loer. Dat bleek eens te meer in de race van zaterdag, verreden onder vreselijke weersomstandigheden. In de stromende regen met olie, benzine en zand op de baan leek het wel de Dutch Super Crash Challenge. Maar gelukkig hadden de meesten hun wagens op tijd klaar voor de race op zondag. Voordat we gaan kijken wat er allemaal gebeurd is, blikken we terug op het eerste raceweekend, verreden op het circuit van Spa-Francorchamps. Hans Ambaum vertrekt van pole position, maar wordt al snel ingehaald door Cor Euser in de Marcos van Lex van der Meijden. Helaas, nog voor de pitstops komen ze in de problemen en verliezen veel tijd. En eindigen uiteindelijk buiten de punten en het podium. In de Dodge Viper wint Ambaum uiteindelijk beide races en leidt het kampioenschap in de GT-klasse met 41 punten. Richard van den Berg doet wat hij kan om zonder remmen Pieter van Zoelen achter zich te houden, maar hij slaagt hier niet in. De Engelsman Rick Pearson verrast vriend en vijand met de snelheid van deze Nissan Primera Supertour. Maar hij valt aan kop liggend uit, waardoor van Zoelen de overwinning pakt. In de sportklasse ligt de BMW van Janssen en van Os aan kop tot een stop-and-go penalty, waardoor ze terugvallen naar de derde plaats. In de laatste fase van de wedstrijd passeert Bas Barenbrug de Mini van Barry van Elk en wint de wedstrijd. En na deze korte terugblik van de race op Spa-Francorchamps gaan we naar Zolder, de tweede race verreden op zondag. En het is geen goed weekend voor sportrijder Milko Tas. In de vrije trainingen verspeelt hij de motor van zijn Alfa. En nu, vlak voor de race op zondag, wil de reserveauto ook niet lopen. Nee, dat klopt. We starten hem zojuist eventjes en hij loopt eigenlijk helemaal niet lekker. Het probleem is ook dat we niet weten wat er aan de hand is, dus ik maak me een klein beetje zorgen, heel eerlijk gezegd. Maar dankzij het snelle werk van Brax Racing stond de Kuhnenagel Clio toch op de grid. En zo gaan we naar die race van zondag met achteraan twee snelle auto's, de GTR V8 van Richard van der Bos en de Super Tour Nissan Primera van Rick Pearson. Vooraan Hans Ambaum in de Viper op pole position en daarnaast Richard van der Bergen, die wordt om zijn oren gereden door de rest van de GT's. En dan gaan we aan boord bij Henk Thuis in de BMW. Let op de zwarte BMW voor ons. Richard van der Bos wordt helemaal tegen de muur gesmakt door de Nissan van Barclay Dougal, die op zijn beurt geramd wordt door de Nissan van Rick Pearson. Een ongelofelijke crash hier op het rechte eind. Hier zie je het nog een keer. De Nissan van Barclay Dougal dwars op de baan wordt geramd op volle snelheid door de Nissan van Rick Pearson. En de BMW, ja, we zijn aan boord bij Richard van der Bos en dit maakt hij mee. Ongelofelijk wat een crash. Het gebeurt allemaal omdat Bert Moritz plotseling snelheid verliest. Barclay Dougal kan nergens heen dan richting de muur waar Richard van der Bos al reed. Nou, dan moet er heel wat anders opgeruimd worden. Richard van der Bos is op de Apex tot stilstand gekomen, staat daar levensgevaarlijk. En dit is de Alfa van John van der Voort. En ook hij is een van de slachtoffers. Ik heb een super start, alleen ik werd van twee kanten gewoon eraf getikt. Het lijkt helemaal nergens op. Gewoon de normale rol in de start. Wat veilig kan gaan. Het hoeft helemaal niet dit. Dat is onzin. Ja, hij torpedeert wel gelijk de Lotus Exige. Goed, Hans Ambaum dus aan de leiding. Dubbel geel op het rechte eind, maar vlak daarna is het alweer groen en kan Elmar Grim in de DTM Audi TT aanzetten om de aanval te openen op Hans Ambaum. Viper probeert weg te komen, natuurlijk erg veel kracht onderin, maar vergeet niet,
Elmar Grim is bloedje snel. En met die Audi is hij heel vertrouwd inmiddels. De Audi stuurt heel erg licht, is heel lekker te rijden. En zo heeft hij die aanval vol geopend op de Viper van Hans Zandbaum. Inremmen dan. En daar is hij er al voorbij. Kinderlijk eenvoudig, zo lijkt het. Elmar Grim neemt de leiding in de Abt Audi TT. Willy-Jan Genent inmiddels ook aan de kant. Ook het slachtoffer van een van die startcrashes. En Elmar Grim neemt steeds meer afstand van Hans Zandbaum. De strijd in de sportklasse. Daniel Rijntjes met erachter Barry van Elk in de Mini. En dat is het gevecht om de tweede plaats. Want Eugène Jansen is inmiddels al uit het zicht verdwenen. Aan kop in de sportklasse. Daar is de aanval van Barry van Elk bij Daniel Rijntjes. Opgaan van de heuvel zat hij ernaast, maar hij is er inmiddels voorbij als we door de chicane gaan. En zo gaat Barry naar de tweede plaats, Daniel Rijntjes derde. Er wordt nog steeds gevlacht op het rechte eind, nog steeds staan er auto's en debris. En dat is de Kuehne-Nagel Clio van Milko Tas. Hij moet hem aan de kant zetten, het is einde oefening. En dit is een mooi gevecht, deze twee hebben elkaar gevonden. De Marcos van Lex van der Meijden en Meindert van Buren. Er zit nogal wat verschil tussen beide auto's, vooral in gewicht. Maar Lex laat zich de les niet lezen door de grote V8 Star. En pakt de vijfde plaats. Want het is Elmar Grim die nog steeds leidt voor Hans Zandbaum en Pieter Dubois in de Corvette. En dit is de leider in de supersportklasse met Pieter van Zoelen op de tweede plaats. Marcel Norbert in de Porsche. Maar let op, want dat is Jeroen van de Heuvel. En daarachter al de helemaal achteraan gestarte Nissan Primera van Rick Pearson. Die zit hier achter de Mercedes V8 CLK van Wim Kokkelbergs. En daarvoor dan de Porsche van Rob Vrijns. Een prachtig treintje wat hier over het circuit gaat. Vrijns in de remmen, aan de binnenkant, Kokkelbergs. Die tikt de Porsche aan, tikt ook de Nissan aan. Die gaat dan half door de grindbak en heeft wat schade opgelopen. Maar verder helemaal niet. Zand straalt op dit moment even Jeroen van de Heuvel. Want er komt erg veel zand en grind uit de Nissan, maar hij heeft niets aan snelheid ingeboet. Dat is wel het geval met de Porsche van Rob Vrijns. Ja, ik zag het een beetje aankomen. Die Mercedes, die heeft me gewoon eruit getikt. Dus ik ben er heel erg teleurgesteld over. Want ja, ik dacht dat het ook een beetje sportief zou zijn. En ik kan er niks aan doen. Dit tikje van achteren weg. En ik rem gewoon en hij remt niet of te laat. En dan is het over. Dat is heel erg teleurstellend. Ik zat goed in de wedstrijd. Ik zat op de vierde of vijfde plek in mijn klasse en ging prima. Ja, dan gebeurt je dat. Terug in de GT-klasse. Elmar Grim met de koplamp aan. Ook met koplampen aan. Hans Zandbaum in de Viper op de tweede plaats. En daar zouden we de Corvette dan moeten zien op de derde plaats. Maar het is René Snel in de Paper Project Porsche. Overigens de laatste keer, een van de laatste keren dat we deze Porsche in actie zullen zien in handen van René Snel. Want hij longt naar het Amerikaanse. Wil een Corvette gaan bouwen. Is de running costs van de Porsche helemaal zat. Inmiddels weer in de supersport. Dan is het Rick Pearson die de ene naar de andere inhaalt. En zelfs twee in één bocht. Nol Keuler en Dirk Schultz moeten eraan geloven. Daarachter dan Jeroen van der Heuvel die probeert ervan gebruik te maken. Twee wielen los over de curbdrempeltjes. Heel handig zoals ze dat gedaan hebben hier in Zolder. Het circuit waar veel afgesneden wordt. En op elke Apex liggen nu een soort curbdrempeltjes. Daar kan je nog wel overheen, maar je auto komt helemaal los. Daar is de Corvette. Lag op de derde plaats, maar ja, toch een probleem. Is er eventjes, heeft zich verremd, is door de pitstraat gegaan en heeft daarmee natuurlijk veel tijd verloren. Daar is de E-Tech V8 Star in handen van Philip Ribbens, die de achtervolging op Meindert van Buren ingezet heeft. De twee V8 Stars boenderen over het circuit van Zolder. Niet echt de beste auto's om hier te hebben, maar ze kunnen toch redelijk uit de voeten op dit krappe en technische circuit van Zolder aan het Albertkanaal. Terug naar de sportklasse. Barry van Elk hier op de tweede plaats, nog steeds in de achtervolging op de BMW van Vlos, maar op de hielen gezeten door de BMW van Bas Baarnbrug. Bas Baarnbrug aan de binnenkant. Barry die doet niet echt veel om te verdedigen. Geeft Bas de ruimte en zo verliest hij de tweede plaats. Richard van den Berg kan de ontketende Rick Pearson niet van zich afhouden. Gaat de Nissan voor het eerst naar het podium in de supersport? Meindert van Buren gebruikt het hele circuit en meer om de concurrentie in de GT-klasse te snel af te zijn. Op weg naar het podium meldt hij zich bij René Snel en hij neemt het recht in eigen handen. In de sportklasse wordt geknokt om elke centimeter asfalt. Maar wie trekt er uiteindelijk aan het langste eind? Het antwoord op al deze vragen en nog veel meer na de break. Dit
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Heeg.nl webhosting. Tot zo! Welkom terug bij de Dutch Supercar Challenge op het circuit van Zolder in België. Wat is er tot nu toe gebeurd in de tweede race van het weekend? Na de spectaculaire startcrash neemt Hans Ambaum in de Viper direct de leiding. Maar al snel wordt hij ingehaald door Elmar Grim in de Audi TT. De Engelsman Rick Pearson snijdt in de Nissan Primera als een warm mes door de boter door het veld en rijdt van de allerlaatste plek naar de vierde plaats achter Richard van den Berg. En daar is Pearson dan, rijdt zich langzaam maar zeker naar de bumper van Richard van den Berg. Hoe lang kan die Supertour nog achter zich houden? Nou, ik denk niet heel erg lang. De auto van Richard van den Berg in de basis natuurlijk ook een Supertour, maar met veel meer vermogen. Maar hij krijgt hier een lesje van de Engelsman, want daar is hij er al voorbij. En zo gaat Pearson op de derde plaats. Daar is de counter van Richard van den Berg. De Marshall steekt volledig al verbodig een blauwe vlag uit. Pearson aan de binnenkant over die bumps. Ongenadig hard met die Supertour zoals die hier door de chicane gaat. Daar rijdt de Nissan Maxima. Ja, u hoort het goed, Nissan Maxima, ook wel genoemd de Taxima. Is de tweede auto in het team van Rick Pearson en Derek Palmer. Rijdt hier rond door de chicane alsof hij op zoek is naar klanten. Maar heeft eigenlijk het meeste werk aan het niet in de weg rijden van de andere deelnemers. Elmar Grim, zijn voorsprong wordt al maar groter. Hans Ambaum nog steeds op de tweede plaats. Kan niet echt dichterbij de Audi komen. Op de derde plaats rijdt dan René Snel met de Porsche. De Corvette is teruggevallen. Dit is het gevecht om de vierde plaats in de GT-klasse. Lex van der Meijden en Meindert van Buren. Wow, die gaat daar vol door het gras met die V8 Start Tank. De Corvette van Pieter Dubois. En ik denk dat hij het voor gezien had. Inderdaad, hij rijdt de pit binnen. En na het goede resultaat op zaterdag in de stromende regen lijkt het nu over en uit. De motor van de Corvette wordt veel te warm en Pieter Dubois wil het risico niet verder nemen. Uitval. Klaar. De temperatuur liep te hoog op. Pieter wou het risico niet lopen. Dat is gewoon kut. Met alle respect. Helaas. Het komt helemaal goed, man. Komt goed. Laten we hopen dat in Brands Hatch de Corvette weer loopt als een burgerklokje. Maar voor nu zit er niets anders op dan de auto terug te duwen naar de paddock. En daar is Pieter van Zoelen in de supersportklasse met de V8 BMW 384 pk aan de wielen. En daarachter dan de Nissan Supertour met een viercilindertje 2 liter motor. Ongelooflijk, maar hij rijdt er naartoe. En niet alleen er naartoe, gebruikmakend van de superwegligging van de Nissan, steekt hij er voorbij. Gaat veel harder dan die bocht dan Van Valen en deze Pieter van Zoelen bij wie we aan boord zijn. Ja, en zo gaat hij naar de tweede plaats en is langzaam maar zeker voor Van Zoelen niets meer dan een stipje aan de horizon. Gevecht om de vijfde plaats in de sportklasse. Peter van der Kolk in de donkerblauwe BMW, de Dutch Wall Systems Compact. Vecht om Van Valen in de Sanidump BMW E46 achter zich te houden. Hij gaat iets bijzonders doen, hij gaat overstappen. Dat wilde ik net gaan vertellen, maar dan hoeft het niet meer. Hij zou namelijk over gaan stappen van de Compact, de Sportcompact, naar de Supersportcompact. Maar dat hoeft dus niet meer. Nu kan hij met een kapotte motor snel terug naar de pits om daar zijn plaats in te nemen in de Supersport BMW. Die op dit moment nog gereden wordt door Henk Thuis. Maar let op, de gele Marcos deelt hier een tikje uit aan Meindert van Buren in de zilver-zwarte V8 Star. Die uit balans is en dan de curb aan de binnenkant maar pakt. En gelijk van de gelegenheid gebruik maakt om er voorbij te gaan. Meindert van Buren, daarachter Lex van der Meijden. En daarachter dan de E-Tech V8 Star. Met startnummer 108 gereden door Philip Ribbens. Een van de rookies, u weet het misschien nog wel, op Spa reden ze hun eerste race in deze dikke V8 Star. Lex van der Meijden ziet helemaal niks, want hij zit ingesloten tussen de V8 Stars. En je ziet toch al niet zo gek veel vanuit de Marcos. Maar deze ziet hij wel, want hij komt vol langs zij. En zo pakken ze de vijfde plaats. Rick Pearson, aangeland bij de Lotus Exige Turbo. Nou, daar heeft hij geen enkele moeite mee. Is er al in één beweging voorbij. Moet dan even ruimte maken voor Elmar Grim in de Audi. Doet dat dan ook en sluit onmiddellijk aan. Ja, en dat is heel erg mooi, want dit zijn beide auto's die ooit gereden zijn door Laurent Aiello. De kleine Fransman pakte in 1999 het Brits Tourwagenkampioenschap met de Nissan.
Eugène Jansen doet verwoede poging om Bas Barenburg in de BMW M3 achter zich te houden. Hier zit Bas ernaast bij het opgaan van de heuvel. Meer vermogen in de